Ik wil toch, collega, even de puntjes op de i zetten. Want wat zijn de cijfers in Gent economisch, collega? 16.000 nieuwe jobs op 4 jaar tijd. De beste stad van gans Vlaanderen. 5.400 nieuwe ondernemingen netto die er zijn binnengekomen. Het laagste aantal faillissementen, het meest record aantal starters. Ik denk dat het tijd is voor een liberale burgemeester in Gent. Maar dat waren voor alle duidelijkheid de resultaten van een socialistische burgemeester. Dank u, Matthias. Ik denk er bijna mee klappen. Dan het redden. Waar is de tijd dat het hier altijd over Antwerpen ging? Weer van de broek.